Karin is actief op het raakvlak van literatuur en maatschappij. Ze is een origineel geluid in het maatschappelijk debat. Ze schreef een heel oeuvre bij elkaar, van boeken, een toneelstuk, artikelen, een essays, sociaal commentaar, maar ook literair werk. Ze draagt bij aan de humanisering van de samenleving. Ik denk dat Karin de Van Praagprijs verdient omdat zij laat zien dat ze als mens enorm veel veerkracht heeft. En dat ze ook in staat is om andere mensen te laten zien op welke manier je die veerkracht eigenlijk kan gebruiken. Ze is actief in diverse organisaties. Ze spreekt en debatteert in het hele land over onder meer feminisme, de homobeweging, het internet, het recht op zelfdoding. Op Karin. Ze is niet alleen maar een schrijfster of een journalist. Ze is ook... Ze vecht voor mensen, ze vecht voor de recht van alle mensen om koos te hebben. Dus dat betreft bij ja, seksualiteit en zelfmoorden verplegen en nou, noem maar wat. Ze is gewoon meer een vechter, dus wat dat betreft heeft Karin deze prijs wel verdiend. Ondertussen procedeerde zij tegen Scientology en ging haar begrippen oriën, maffia en kwakdenken deel uitmaken van de Nederlandse taal. Ziekte en hoe daarmee om te gaan voor patiënt en arts is niet helemaal vrijwillig, met al dat verraad, haar vak geworden. Ze spreekt voor volle zalen. De computer thuis is haar leven, haar werksituatie, haar netwerk, haar buitenwereld, haar houvast. Mijn manier om... ja, een soort van cadeau te geven aan haar zou wel met een beeld kunnen zijn en niet met woorden. Dus ik heb een tekening voor haar gemaakt, gebaseerd op een schilderij van Otto Dix. Otto Dix heeft een hele beroemde portret van Sylvia von Harden gemaakt, die een Duitse journalist was. Waarschijnlijk waren ze ook vrienden, dus ze waren in dezelfde beweging van toen. En, nou, toen ik Karin zag, zag ik meteen een soort van relatie tussen haar en die portret die Dix gemaakt heeft. En ik heb een soort van adaptation, dus het is niet één per één, maar dezelfde compositie. Dus voor mensen die dit schilderij wel kennen, dus zou met direct link kunnen zien. Maar het is nog steeds Karin die in mijn tekeningen staat en niet de Duitse journalist. Waar zit het hoogtepunt voor jou als je het alleen achter de computer zit te bedenken? En met schrijven is het hoogtepunt als je ineens een zin op beeld ziet staan en dan denkt van... aha, maar nou weet ik nog een mooiere. Oh, ja, of ja. Dat je de stap verder kan, dat is echt heel prachtig. Of zo moe van het schrijven naar bed gaan dat ik echt een beetje misselijk ben... en de volgende dag echt met een schrijfkater wakker worden. Gewoon pijn aan mijn hoofd en ja, een beetje bibberig zijn. En dan toch weer meteen, dat is geweldig. Dus de slechter je voelt 's ochtends, dus de betere de tekst die je levert. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Nou, ik wil eigenlijk gewoon Karin zeggen, geniet van je prijs en je hebt hem enorm verdiend. En nou, onze paden kruisen elkaar alweer een keer. Gefeliciteerd, je hebt het verdiend. En ik ben heel erg trots op jou. En proost. De hemel laten wij aan de engelen en de mussen. Hier zijn wij, Karin, en hier is je prijs. Ik heb het niet alleen gedaan. Echt helemaal niet. Ik ben wie ik ben... Ook door mijn ouders en door de mensen om me heen. Door de vrienden, door de hippies, door de Amazones. Door heel veel van de mensen die hier in de zaal zitten. Die me niet alleen soms door dingen heen gesleept hebben. Maar die me ook zoveel hebben geleerd. En die mij ook vaak hebben laten zien hoe het anders kon. En ik heb dan de lol dat ik daarover schrijven kan. En dan wordt het wat meer opvallend. Maar ik leer het ook van andere mensen. Het is nooit iets wat je alleen doet. Dus dat daar een groep mensen staat op dat beeldje. Dat vind ik wel heel toepasselijk. verder niet.